Welkom in 5000 voor Christus. In Suriname woonden er toen alleen Indianen. En Nederland werd bevolkt door wolven en beren. De eerste boeren kwamen zich vestigen in Drenthe, waar ook de meest gecompliceerde bouwwerken liggen die te vergelijken zijn met piramides en Stonehenge. Ik heb het over D1 tot en met D54 en de G1. Ja, dat waren geen interessante namen. D1 staat voor Drenthe 1, D2 Drenthe 2. En zo hebben we ook nog eentje in Groningen, die hebben ze G1 genoemd. Maar deze, het is de grootste, gek genoeg, heeft geen naam. Zou u een hele goede naam kunnen bedenken voor de grootste hunnebed van Nederland? Stapelbed, ja. The Giant? Ik zou hem gewoon Colossus noemen. Rots. Nittersteen. Oezoezie. Ik heb wel een ideetje. Huneflat. Harry, wat doen deze dingen nou eigenlijk hier? Ja, ze zijn gebouwd door de oudste boeren van Nederland. Die waren hier in Drenthe 5500 jaar geleden. En dit zijn grafkamers. Dit bouwden zij voor hun doden. Rare jongens, hè? Die hunnebedbouwers. Hoe hebben ze het gebouwd? Je moet voorstellen dat eerst de bovenste stenen, die noemen wij dekstenen, dat die het eerst zijn neergelegd. Ja. Een heuvel van zand eronder, ja. Daarna de dekstenen erop gelegd en daarna hebben ze pas die zijstenen, de draagstenen noemen we dat, er tegen aangeduwd. Zodat ze precies tot op de millimeter onder tegen die dekstenen zijn gekomen. Al die gaten waren dicht, er was wind en water dicht, dus het was een prachtig bouwwerk. Waarschijnlijk wel een houten deurtje nog voor de ingang. Hey! Hey, Marga, proost. Ja, man. Drenthe doet wat met je hoor. Ja, misschien heb jij heel veel Flintstones gezien in het verleden, maar zo was het dus echt niet. Nee, het was echt mensen zoals jij en ik, alleen met andere middelen. Maar het waren hele redelijk beschaafde mensen. 5500 jaar geleden al. Meneer, mag ik u wat vragen? Hoe communiceerden jullie vroeger? Hij is nogal stil, hè? Ja. Ja, hij zegt niks. En ik denk dat dat ook wel heel toonaangevend is voor wat wij er echt vanaf weten. Maar we weten er niets vanaf. En als ze al communiceerden met elkaar, konden we het zeker niet verstaan. Uekino! Yayo! Yayo! Mikomobo fufara! En mi waka waka furu! Fu atradorpu! En mi kong fu koi ripchinso! Mi waka furu en mi na soko soko! 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 Ja! Ja! Ja!